Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Dit weekend is er een bijzonder jubileum op de Trijse kermis georganiseerd door Harmonie ter Heiden. Jenny en Gerrit Schaaf stonden voor het 50ste jaar op de kermis met de gebakkraam. Ze weten en kennen heel veel van ter Heiden en interesseren zich echt voor de mensen hier. Vrijdagavond heeft de Harmonie hen muzikaal in hulde gebracht om te laten merken dat ze in ter Heiden in ieder geval heel geliefd zijn. We hebben deze muzikale tractatie voor u op film opgenomen. Wilde zien hoe het verder gaat met de Heilige Bernarduskerk in Maden, was zaterdag 10 september van harte welkom. Tussen 10 en 3 uur was de kerk open vanwege Monumentendag. In de kerk zijn diverse sloopwerkzaamheden in uitvoering, zodat de restauratie en de verbouwing binnenkort kunnen beginnen. Eind augustus werd in de kerk de laatste eucharistieviering gehouden en daarna is de kerk overgedragen aan Breda Bouw. Zaterdag konden bezoekers in route wandelen door de kerk. Te zien was hoe de kerk er in deze fase uitziet. Aan de hand van bouwtekeningen en impressies kregen de bezoekers ook een beeld van het toekomstige ontwerp en gebruik van de kerk. De verwachting is dat het sociaal-cultureel dorpshart uiterlijk oktober 2023 opgeleverd wordt. De twee nieuwbouwwijken in Maden groeien gestaag. In het project De Sterrenkijker zijn al een aantal huizen opgeleverd. Ook in het project Het Venster van Maden is de bouw weer opgepakt. Voordat het tweede deel van dit plan kan worden gerealiseerd, moest het verlaten bedrijfsgebouw van familie Van Iersel gesloopt worden. Familie Van Iersel heeft aan de Bredase weg in Breda een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen. Jarenlang bepalen de koeltoren en de schoorstenen van de Amerscentrale in Geertruidenberg onze horizon. Als je terugkomt van vakantie, zie je dat vaak als eerste. Op 24 en 25 september opent de Amerscentrale haar deuren. Ben je 12 jaar of ouder, dan kun je met eigen ogen zien hoe elektriciteit en warmte wordt gemaakt voor meer dan 1 miljoen huishoudens. Je kunt je aanmelden via de website amerscentrale.nl. Na een gedwongen coronapauze maakt Harmonie Sint Cecilia nu weer volop voorbereidingen voor hun rommelmarkt op zondag 18 september. Deze rommelmarkt wordt gehouden in het voormalige pand van Rijn Huibrechts aan de Kloosterstraat in Maden en is geopend vanaf 10 uur. Op zaterdag 17 september is nog een ophaaldag ingepland. De rommel wordt nauwkeurig geselecteerd. Hebt u interesse? Hebt u zin om de Harmonie na zo'n moeilijke tijd een extra steuntje in de rug te geven? U bent van harte welkom. U zult ongetwijfeld ooit gehoord hebben dat in onze gemeente een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd gaat worden. Deze lijn zal voor het grootste gedeelte in het noordelijk deel van onze gemeente lopen. Informatie over deze aanleg
kunt u vinden op de site www.rvo.nl. Op 22 september wordt in de Rijberg aan de Antwerpse straatweg 267 in Bergen op Zoom een informatieavond gehouden. Tijdens de informatieavonden wordt u bijgepraat over de verbinding, zoals over de verloop, de planning, de landelijke inpassing, werkwegen en terreinen, mastkeuze, magneetvelden en grondzaken. Wie Biesbosch denkt, zal denken aan natuur, wandelen of varen. Maar ook fietsen is een geliefde activiteit. Beleef de Biesbosch zorgt nu voor een nog gevarieerder fietsaanbod. Samen met partners in de regio lanceert het platform de Sint-Elisabeths-vloedroute, een fietsroute van 160 kilometer door de gehele Biesbosch en regio eromheen. In één keer of in delen te fietsen. De fietsroute voert door de schitterende natuur van het park en langs locaties in de Biesbosch-regio waar de vloed haar sporen heeft achtergelaten. De route is gemakkelijk te verkorten, in stukken op te delen of te verlengen. Het vele water is geen probleem, want in het gebied zijn tal van pontjes om met de fiets overgezet te worden. Dan nu een reddingsactie in de Biesbosch. Twee natuurliefhebbers maakten van met de kano een tocht door de Biesbosch. Hun aandacht werd getrokken naar een vogel die in het water lag te spartelen. Ze merkten al snel dat een havik vastzat in het wier. Na een meerkoet losgemaakt te hebben, verdween deze supersnel. De havik werd voorzichtig uit het water getild en op de kano gezet. Onder de havik in het wier kwamen ze ook nog een duif tegen. Waarschijnlijk heeft de havik zich in het gewicht van deze prooi overschat. Nadat de havik een beetje opgedroogd was, sprong hij van de kano in het water, waarna hij met de peddel op het droge is gezet. Kijk, dan is het goed dat de natuur een helpende hand krijgt. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. We zien u graag weer volgende week. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen?